VVV-TV wordt mede mogelijk gemaakt door B. Benders en Maashof. Goedenavond en welkom bij een nieuwe uitzending van VVV-TV. We beginnen vandaag met een terugblik op de 1-3 nederlaag tegen NAC Breda en een vooruitblik op de wedstrijd tegen Willem II. Dat doen we met niemand minder dan hoofdtrainer Rick Kruis. Rick, helaas een nederlaag tegen NAC. Wat vond je van je eigen ploeg? Matig. Ik vond dat we een aantal grote fouten maakte natuurlijk waar de goals uitkwamen. Maar goed, fouten hoort ook bij voetbal. Ik vond vooral dat we, waar ik het meest teleurgesteld over was in ieder geval, dat was de echte bereidheid om de dingen zo te doen zoals afgesproken en zoals we normaal wel kunnen. Dat heb ik een beetje gemist. Word je dan ook boos of vooral wat je al zegt teleurgesteld? Nou, boos en teleurgesteld allebei eigenlijk. Maar ook weer een goede reminder om aan te geven van oké, waar we mee bezig zijn en wat we kunnen leveren tijdens wedstrijden heeft ons gebracht waar we nu staan. Als we dat dan ook maar iets minder doen, dan zijn we ook een middelmatige ploeg. Na rust begin je wel weer goed. Mm-hmm. Zet je dan in de rust weer bepaalde dingen om of spreek je die jongens op een bepaalde manier toe? Nou, we hebben wel wat omgezet natuurlijk, omdat Nick rondom Sven is gaan spelen. Dat was een goede goal. Goed druk gezet van Kalle, goede actie van Nick en Kees die goed afwerken. Alleen daarna weer vond ik ons te slap. Te weinig duels winnen en ik vond eigenlijk de tweede goal exemplarisch voor het verschil VV en NAC. Heb je dan een idee waar het aan ligt of sta je dan ook zelf met een beetje vraagtekens langs de kant? Natuurlijk, ja, er zijn heel veel oorzaken aan te wijzen waarom jongens net even iets minder kunnen leveren dan dat ze normaal kunnen. Maar goed, weet je, uiteindelijk zijn we op de goede weg. We hebben heel veel dingen goed gedaan. En moeten we vooral lering uit deze wedstrijd trekken. Omdat we hebben gezien als we ook maar een tandje minder doen. Dat we minder zijn dan de tegenstander. En dat is wat de weken voorafgaand niet zo is geweest. Maar deze wedstrijd wel. Ja, je staat er nog steeds heel goed voor. Dus ik kan me voorstellen dat het gevoel nog steeds goed is binnen de groep. Het gevoel is ook gewoon goed. En zulke dingen gebeuren ook. Alleen het is wel belangrijk om te analyseren natuurlijk hoe zoiets kan gebeuren. En waarom zoiets gebeurt om uiteindelijk te verbeteren. Want de volgende wedstrijd staat alweer voor de deur. Weer tegen een sterke tegenstander en directe concurrent. Wat is Willem II van ploeg? Ja, Willem II is een sterke ploeg natuurlijk. Die na de winter veel punten heeft gepakt. Die voorafgaand het seizoen natuurlijk een van de favorieten is geweest. Dat hebben ze niet kunnen waarmaken. Maar desalniettemin hebben ze gewoon heel veel spelers die een goed niveau hebben. En is Willem II thuis gewoon sterk altijd. Wat moet er vooral anders tegen Willem II om wel een resultaat te boeken? We moeten beter samen aanvallen, beter samen verdedigen, maar vooral ook beter samen terugsluiten, maar ook aansluiten. En dat vond ik eigenlijk de belangrijkste oorzaak van de nederlaag die we afgelopen vrijdag geleden hebben. Dan is het nu tijd om bij te praten met Robin Lathouwers. Inmiddels is hij alweer een aantal maanden speler van VVV. En de rechtsback die in de winter overkwam van AZ heeft zijn draai inmiddels gevonden in Venlo. Hoe bevalt het? Ja, goed. Het is natuurlijk even een periode gehad van wennen. Altijd logisch. Als je naar de andere kant verhuist, een hele nieuwe omgeving en zo komt. Maar ik heb nu mijn eigen plekje hier al. Ik ken de jongens nu best wel goed. Dus wel geland. Je zegt al nieuwe omgeving. Hoe anders is deze omgeving? Ja. Nou, het is natuurlijk nog steeds gewoon Nederland en het is ook gewoon een stad. Dus zo anders is het ook gewoon ook weer niet. Maar toch even voor het eerst uit huis, toch andere mensen om je heen. Dus toch altijd even wennen. Maar voor de rest, bent het op zich best wel snel daarom. Hoe ervaar jij de club tot nu toe? Ambitieus. Er zijn op zich jongens die echt best wel open naar elkaar zijn. En vriendelijke mensen hier zitten. Dus goed. Je wilde graag de overstap maken van een belofteploeg naar een eerste elftal. Hoe is die overstap bevallen? Ja, toch wel anders. Dat verwacht je van tevoren natuurlijk wel. Dat het nu echt, dat er meer een belang achter zit. En dat merkte ik ook wel echt na de eerste paar wedstrijden natuurlijk. Ik begon gelijk die bekerwedstrijd. Ik merkte vooral dat er gewoon een soort druk toch wel achter zit natuurlijk. Van je moet presteren. Dat is toch wel even anders. Maar uiteindelijk wel leuk. Daar word je ook voetballer voor.
Lathouwers maakte de laatste weken steeds meer minuten en dus is hij redelijk tevreden over hoe het nu gaat. Op zich wel goed. Een paar soms een beetje up en down een beetje gehad. Maar er zit nog wel meer in, maar zeker niet slecht. Best wel positief over de afgelopen periode geweest. Ja. En de periode die er nu aankomt is een belangrijke, de ontknoping. Hoe kijk je daarnaar uit? Ja, iedere wedstrijd is nu gewoon... Ja, natuurlijk is het al vol gas, maar nu telt echt iedere wedstrijd nog 7 wedstrijden. En dan gaan we echt voor de ultieme prijs. Hè? Want hoe ervaar je dat? Want bij een belofteploeg speel je natuurlijk niet om een periode of om promotie of om de play-offs. Nee. Dat is nu heel anders natuurlijk. Ja. Nee, normaal kijk je van wedstrijd tot wedstrijd en dat doe je nu ook wel. Maar nu kijk je bijvoorbeeld naar de aankomende wedstrijd. En dan zie je gelijk dat het voor iemand om dezelfde plek op de ranglijst gelijk gaat. Dus er zit gewoon veel meer achter. Dan heb je ook net een belangrijke wedstrijd gehad tegen NAC. Die verlies je dan helaas. Hoe werk je dan nu toe naar zo'n nieuwe belangrijke wedstrijd? Ja, even koppen bij elkaar. Ik denk, elkaar gewoon even in de ogen aankijken en zeggen van wat er fout is gegaan. En ja, daar moeten we ook weer van leren. Dat is gebeurd. Ja, aankomende week is alweer de volgende wedstrijd. Dus je kan niet te lang in blijven hangen. We sluiten vandaag af met een korte vooruitblik op de wedstrijd VVV tegen FC Eindhoven. Dit thuisduel op vrijdag 14 april staat namelijk helemaal in het teken van de VVV Foundation. Tijdens deze wedstrijd hebben we extra aandacht voor de VVV Foundation. Dus we willen zorgen dat iedereen die hier tijdens de wedstrijd is geweest, weet dat wij bestaan en wie we zijn. Want die extra aandacht is nog nodig dus? Ja, we merken dat niet iedereen weet dat we er zijn en ook niet iedereen weet wat we allemaal doen. Dus we hopen op die manier eigenlijk wat meer bekendheid te geven en vanuit daaruit ook mensen meer bekend kunnen maken met onze projecten en hopelijk steunen ze dan ons. Kun je kort uitleggen wat jullie allemaal doen? Ja, de VV Foundation gebruikt eigenlijk het logo van VV Venlo en deze omgeving om impact te maken. En dat doen wij door middel van projecten op allerlei leeftijdsgroepen van 0 tot 100. Sommige projecten zijn bekend en andere iets minder. De bijzondere Eredivisie, Samen of Rugen, Scholentour, Level Up, echt heel veel. Dus kijk vooral ook even op de website. En op welke manier gaan jullie aandacht vragen voor de Foundation rondom die wedstrijd tegen Eindhoven? Nou, tijdens de wedstrijd krijgt iedereen in het stadion een flyer. We hopen ook op een kleine donatie voor onze stichting, zodat we nog meer verschil kunnen maken. En daarnaast zullen wij overal in het stadion zichtbaar zijn. En kun je als het goed is niet om ons heen. Dit was VVV TV voor vandaag. Bedankt voor het kijken en heel graag tot volgende week. VVV TV wordt mede mogelijk gemaakt door B. Benders en Maashof.